Ja, je ziet het goed. De zenders liggen klaar. We staan startklaar voor de tweede editie van de Tulprally aan tafel. En we hebben natuurlijk weer mooie gasten. De man achter verzekeraar Hiscox, Jan-Willem van Es. We hebben de eigenaar van IV, Daniel Frankenhuis. En George Banke, bekend van de koffie tijdens de Tulprally, eigenaar van Detron. En de man achter deze geweldige mancave. Maar we starten natuurlijk met de Tulprally-organisatie Kees en Frank. Dit is nogal een ambiance zo, hè? Daar kun je wel stellen met deze auto's om ons heen. Waanzinnig, toch? Zo? Ja, 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 mooie spullen. Hey, hoe staan we ervoor? Wat zijn we aan het doen? Wat gebeurt er allemaal? Ja, we zijn inmiddels bijna 3 maanden verder, sinds we elkaar de laatste keer hebben gesproken. Nou ja, hoeveel het beter gaat met COVID, dat kun je je afvragen. Maar we zijn ook 3 maanden verder richting de datum van begin oktober. En wij blijven optimistisch. Wij denken dat er voldoende licht aan het einde van de tunnel is en voldoende signalen zijn dat dat echt gaat gebeuren in begin oktober. Dus we zijn weer heel erg in organisatiemode. We zijn wat verder met alle headquarters. We zijn overal nog steeds welkom. Hier en daar moet er misschien wat veranderen in de logistiek, waar we precies eten en borrelen. Maar dat wordt allemaal wel opgelost. En voor ons is dan een belangrijke mijlpaal dat we begin mei de ontheffingen aan gaan vragen. We kennen de route. Nou, die ontheffingen gaan we nu voor de 3e keer aanvragen. Dus de partijen waar we dat naartoe sturen kennen ons. Dus we zijn optimistisch dat we daar voldoende snel reacties gaan krijgen. Maar dat is een belangrijke mijlpaal. Maar we zijn vol goede moed bezig om de zaak weer op te tuigen. Ja, ja, duidelijk. Veranderingen in de deelnemers. Merk je dat er wat gebeurt? Nou, kijk, sinds de vorige Tulprally aan tafel, die we een kleine 3 maanden geleden gemaakt hebben, toen kondigden we aan dat we van mei naar oktober gingen verschuiven. Helaas hebben 10 equipes aangegeven dat ze die verschuiving niet kunnen maken om verschillende redenen. Mm-hmm. Leuk is wel dat we ruim 20, zelfs bijna 30 volstrekt nieuwe equipes in het klassement hebben. Dat is toch goed om te horen. Bijna 20% aan vrouwelijke deelnemers. Is dat anders dan dat het was? Nou, dat neemt heel langzaamaan ietsje toe, maar naar mijn smaak nog wel iets te weinig. Hoe verklaar je dat? Nou, het is natuurlijk toch. Het heeft die imago van een mannenspelletje. Ja. Dat weet ik verder niet. Ik denk dat. Dat zal de tijd leren. Wat ons betreft, in ieder geval. Maakt het ook niet zo heel veel uit. Nog steeds een flink aantal buitenlandse deelnemers, ondanks COVID. Toch ruim 40 buitenlandse deelnemers. Mm. En we zitten nu op 207 equipes in het geheel. Dus we zijn heel tevreden over de stand. Juist. Hey, en dan is er een kleine samenstelling wijziging, hè, in de organisatie van de Tulprally. Ja, misschien goed om dat ook te delen. De organisatie bestaat al heel erg lang. We moeten natuurlijk denken aan de toekomst. Dus vernieuwing, verjonging, verfrissing is daarin belangrijk. En we zijn heel erg blij dat Willem van Leeuwen ons team komt versterken. Geen onbekende in het rallywereldje, zowel aan de organisatiekant als ook aan de deelnemerskant. Willem was onderdeel van de winnende equipe in 2013 toen we naar Nice gingen. Dus zijn naam staat ook op de palmares. En Willem komt ons versterken als assistent wedstrijdleider in de volgende editie die we in oktober gaan rijden. En daar zijn we ontzettend blij mee. Ja. Mooi. Mag ik je bedanken, Frank Pauli. Daniel Frankenhuis, die schuift nu aan. Kunnen wij het heel eventjes kort hebben over de route. Blijft die nou gewoon helemaal hetzelfde? Of? Nou, het is wat Frank net al zei. Er zitten wat kleine verschuivingen in de hotels. En uiteraard zijn er ook verschuivingen in de route. Maar we hebben hem nu al voor de 4e keer uitgezet. Dat is wel een keer goed, hè? We hebben hem al een paar keer georganiseerd. Ja, precies. En verder optimaliseren, dat heeft niet zoveel zin. Heel goed. Daniel, welkom. Dank je. Jij bent echt een hele fanatiek, hè? Ja, hoor ik altijd. Ja. Jullie rijden als expert deelnemers, maar dan in de tourklasse. Ja. Hoe kan dat? Mijn chauffeur die heeft maar 1 oog, dus dat is wat moeilijker rijden. Ja. Dus hij kan geen diepte zien, dus we willen niet met het hele moeilijke spelletje meedoen. Hebben jullie ooit overwogen om de samenstelling om te draaien? Of werkt dat misschien ook dan niet zo goed? Nee, met 1 oog navigeren, dat lukt ook niet. Nee. Dus je blijft in de tourklasse? Ik blijf in de tourklasse, totdat we winnen. Kijk, dat is een mooie uitspraak. IV, vertel, wat doen jullie? Wij zijn cateraar in voetbalstadions en op vakantieparken. En natuurlijk een eventtak die daar nog bij hoort. En
van frikandellen tot aan Michelin-diners maken wij en serveren wij. Oké, dus de volledige breedte van het spectrum. Ja. Bij welke voetbalclubs doe je dat? Onder andere bij Ajax, bij NEC, VVV en nog een aantal andere. Zit je nu een beetje in een moeilijkere periode? Ja, het is natuurlijk, er wordt gespeeld zonder publiek. We worden goed geholpen door de staat en dus we overleven het allemaal wel. Ja, precies. Ja? Ja, heel goed. Mooi positief. Jij was of bent een van de initiatiefnemers van de Dutch Edition. Hè? Misschien heb je het wel bedacht. Of doe ik jou nu tekort, Kees? Hebben jullie het samen bedacht? Hoe zat dat? Nou, Kees is naar mij toegekomen en gevraagd, joh, hebben wij niet een locatie over die we kunnen gebruiken waar we 250 equipes kwijt konden? En dat kan natuurlijk heel makkelijk in een voetbalstadion. Mm-hmm. En zo is het eigenlijk begonnen. En het initiatief lag echt bij Kees hoor, dus die heeft het verzonnen en wij hebben daaraan meegeholpen. Ja, en waar zijn we nu qua Dutch Edition? Nou ja, kijk, Dutch Edition hadden we voor oktober georganiseerd, voor oktober 2020, als alternatief op de geannuleerde editie. Mm-hmm. In de eerste Tulperelli aan tafel hebben we Frank en ik beweerd dat we heel graag op 7 en 8 mei ook een live event willen doen. Ja. En daar hadden we de Dutch Edition weer voor klaarstaan. Maar we hebben afgelopen week toch besloten dat COVID ons niet voldoende zekerheid geeft. Dus we gaan wel een evenement organiseren, 7, 8 mei. Ja. En alle inspanningen van zowel Daniel als ons organisatiecomité ten spijt, wordt dat niet een live event. Nee. Nou goed, het is niet anders. Het eerste live event, dat wordt dan vermoedelijk de proloog. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Het Autotron heet ons weer van harte welkom op 11 september van dit jaar. Ja. En daar gaan we gewoon het eerste leuke feestje van maken, waar we alle deelnemers weer een keer zien. Kijk, D-tron koffie. Beter wordt hij niet. Maar goed, ga verder. Hè? Nou ja, ik heb daar niet heel veel over te zeggen. Alle deelnemers kennen de proloog. En we gaan daar iets leuks van maken. We hopen dat het circuit daar ook nog open is, wat bij het Autotron ligt. Ja. We zijn allemaal nog niet zeker, maar zijn we mee bezig. Lekker hè, op een circuit rijden weer. Hè? We hebben gemist hè, jij met je Datsun. Ja. We zin in. Ik kan niet wachten dat we weer de weg op mogen. Ja, precies. Nou, lekker. En winnen, want dan ga je naar een andere klasse. Je hebt volgens mij zojuist de belofte gemaakt. Bij deze. Daniel, bedankt. Kees, heel veel veelzijdigheid hè, in sponsoren. Een verzekeraar, dat is D-tron. Ontzettend divers. We hebben circa 40 sponsors van de Tulperelli. En in de komende edities van Tulperelli aan tafel willen we dat wat verder toelichten. Komen ze allemaal langs, ja precies. Aangeschoven Jan-Willem van Es, Hitchcox. De meeste mensen kennen het, hè? Jullie zijn al jaren aanwezig bij de Tulperelli. Voor degenen die het niet precies weten wat het is, leg eens uit. Verzekeraar, maar wel een specialistische. Dus wij focussen ons op de leuke dingen van het leven. Verzamelingen, mooie huizen. Kunst, dus ook klassieke auto's. Eén belangrijke tak en een andere tak is het verzekeren van bedrijven. Dus beroepsaansprakelijkheid, cyberverzekeringen, dat soort zaken meer. Ja, daar houden we ons elke dag weer mee bezig, met veel plezier. Mooi breed. Hey, en dan hebben we een kleine rode draad hier door deze Tulperelli aan tafel. Want de meeste gasten rijden in de tourklasse. Jij ook? Ja, we wisselen een beetje altijd. Hè. We stijgen wat en dan denken we, nou gaan we weer omlaag. Hangt er een beetje vanaf met wie in het rijdt. Ik rijd hem altijd met Jeroen Opstelten, collega van mij. En die wil nog wel eens meer de lol van dingen inzien dan het serieuze spelletje. En ik ben wat meer van het serieuze spelletje. Dus als we te hoog gaan, dan zit ik me op te vreten in die auto. Van kom op, we gaan ervoor. En hij denkt, hé, mooie bloemetjes. Dus kunnen we beter wat lager insteken. Dan heb ik die frustratie niet. Dus, maar wel in de Volvo 142? Dat was wel zo, ja? Maar hij is helaas verkocht. Of inmiddels verkocht, ja, dat moet ik zeggen. Ja, okay. Ja. Nu? Ja, nu hangt het een beetje vanaf welke kant we op gaan. Ik ben bezig een auto op te bouwen weer voor rallyrijden. Mocht die niet op tijd klaar zijn, dan gaan we met de Triumph TR3. Je hebt wat meer tijd, hè, nu? Ja, precies. Dat is wel het enige voordeel. Dat is het voordeel. Jullie staan bekend om de leuke gadgets die jullie leveren. Volgens mij heb jij de laatste, ik meen dat een rallybord is, tot op de draad versleten, Kees. Ja, ik heb deze winter bij het opruimen het rallybord weggegooid. Weggegooid? Ja, daar was geen eer meer aan te behalen. Hij was krom en stuk.
Dus ja, ik wacht op de nieuwe gadget van dit jaar. Ja. Kunnen we wat verwachten? Nou, wij proberen altijd wel iets met rallyrijden te doen. Kijk, het is heel makkelijk, nou, dat bedoelen we niet onaardig, maar het is makkelijk om een pen of iets dergelijks erin te doen. En wat ik altijd wel probeer te doen, is om die connectie met rallyrijden te maken en dat je iets langer blijft zien. He, zo hebben we inderdaad een rallybord gehad, ofwel stopwatches, ofwel de lineaaltjes waar onze naam op is verschenen. En waarschijnlijk komt er dit jaar wel weer iets waar we ons op mogen verheugen. Dus liever iets meer besteden wat blijft hangen dan het vluchtige. En als specialist op het gebied van verzekeren, waar moet je nou als deelnemer aan een evenement als de Tulprally op letten als je je auto verzekert? Nou, belangrijk, en daar kunnen we altijd niet genoeg op hameren, is dat of je wel mag rallyrijden volgens de voorwaarden die je hebt. Hè. Dus veel mensen sluiten een autoverzekering af en kijken eigenlijk dan niet heel veel verder. En wat echt wel geregeld voorkomt, is dat er dingen zoals rallyrijden wordt uitgesloten. Ja. Bij een hele hoop partijen ook niet, maar dat is wel iets waar je op moet letten als je dit spelletje wil doen. Juist, mooi. Dankjewel. Toerklasse, ja. Dat verandert een keer, hè? Zeker. Ja, precies. Mooi. Kees, 7 keer deed je mee, hè, aan de Tulprally. Ja, dat is juist. Welke klasse? Ja, 6 keer in de sportklasse, 1 keer in de expertklasse. Kijk. Nou, heel goed. Aangeschoven, Sjors Banke. Geweldig, de entourage waar we staan. Echt, petje af. Heel mooi. Ja, leuk. Hey, en dan sta jij bekend als de man van Detron. En dat is dan de leverancier van hele goede koffie. Er zijn mensen volgens mij die denken dat Detron een koffiebedrijf is, hè? Ja, daar ligt misschien wel een heel mooie toekomst voor ons. Maar voorlopig hebben we het heel druk met ICT-zaken. Ja. Maar koffie is ook wel een dingetje. Ik meen dat de eerste rally was die ik reed, of de eerste tulp die ik reed. En toen ging er van alles mis met de koffiemachine. En toen zei ik tegen Frank van nou, dat moest toch maar eens beter georganiseerd worden. Ja. Dus daar is die hele historie van de koffie vandaan gekomen. En so far heb ik weinig klachten gehoord van rallyrijders, dus volgens mij gaat het goed. Mooi. Wat is Detron? Wat doen jullie? Wij beheren grote ICT-systemen. En dat zijn dan werkplekken, dat zijn allerlei serveromgevingen, maar over het algemeen wat grotere ICT-systemen. Geen hardware, maar echt het beheer, zorgen dat er geen cybercrime aanvallen kunnen plaatsvinden. Dus dat doen we voor klanten, grote klanten meestal. Ja, en even van cybercrime naar een pre-war Bentley. Wat heb je met die oude dingen? Ik heb veel met, überhaupt met rallyrijden, maar ik vind in een pre-war, nou, wel fijn als het dan lekker weer is, ja. Maar open rijden vind ik een geweldige sensatie. Ja? Dat blijft iets aparts. En je rijdt in de sportklasse met die auto? Ja, dit jaar voor het eerst. We hebben nu een aantal rallies gereden in een wat serieuzere klasse. En je verliest natuurlijk, je hebt niet de snelheid die de gemiddelde sportklasserijder heeft. Mm-hmm. Maar ik vind ook, je moet wel elke keer die uitdaging blijven zoeken. Dus je moet, als het kan, en je kunt het een beetje bijhouden, je gaat nooit winnen. Maar je moet proberen om daar toch een beetje competitie in te brengen, vind ik. Dus mijn uitdaging is dat er wat meer pre-war jongens in die klasse gaan rijden. Dan maakt het weer leuk en dan hebben we weer een eigen wedstrijdje. Jij geniet er soms een beetje van om het jezelf moeilijk te maken. Kan ik me voorstellen. Leuk. Dat is leuk, hè? Dat is de uitdaging. Ja, mooi. Als je moet kiezen, 911 of die Bentley? Nee, dan wint de Bentley. De 911 is echt voor de winter gebouwd. Dus is een andere sensatie. Ik vind het ook heel knap. Er zijn er in de wereldtrail die open rijden. Dat is echt respect, mm-hmm. Diep respect. Ja, ja. Maar ik vind het toch wel heel fijn als het mooi weer is. Ja, ik ook. Ik snap het. Zeker. Ja, ja, ja. Jij hebt iets bij, hè, Kees? Ja, ik heb de Coupe de Tulp meegenomen. Want Sjors is wel heel trots op de prestaties in de sportklasse in de Bentley. Maar ja, als je zo als geweldenaar meedoet, dan zou het toch eens een keer wenselijk zijn om ook hierin te komen, Sjors. Zo, ja. Is indrukwekkend. Ja, er zijn maar zelden mensen die hem vasthouden eigenlijk. Ja, mag ik heel even aanraken, zo of niet? Ja. Wauw. En alle namen staan erin, hè? Zie ik nu. Ja. Ja, top. De oorspronkelijke bokaal. Ja, dit is de bokaal die vergeven wordt aan de winnaar. Hè, maar het is maar heel tijdelijk. Je mag hem vasthouden tijdens het winnen van de Tulprally. En je naam wordt erin gegraveerd. Hij is van zilver. En is een felbegeerde wisseltrofee. Indrukwekkend. Dus ja, wij willen je graag een keer in de expertklasse zien. Ja. Ik zei net dat ik al snelheid tekort kwam in de sportklasse. Dus, wow.
Maar jij bent een winnaar, want een grote ondernemer. Hoe belangrijk is het winnen, de tulp winnen? Op welke schaal? Hoe moet ik dat zien? Dat is heel belangrijk, maar ik vind, dit is natuurlijk een beetje cliché, ik vind het wereldje vind ik zo leuk. Weet je, ik heb vroeger nog eens een blauwe maandag gereest en dat was alleen maar haat en nijd en mensen die elkaar niks gunden. Mm-hmm. En dat vind ik het aardige van de rallywereld, is meer gentlemanlike. Ja. Weet je, daar help je elkaar en daar is dat hele harde is misschien overdag best wel een beetje aanwezig, maar niet extreem. En 's avonds aan de bar drink je lekker een biertje met elkaar en dan ziet het leven er anders uit. Dus ik denk dat spreekt mij eigenlijk het meest aan. Ja, sympathieker is het. Ander type mensen. Ja, juist. Mag ik je hartelijk bedanken, Sjors, voor je aanwezigheid en voor het aanwezig zijn hier in jouw mancave. Zit je hier vaak? We zitten hier regelmatig met hiernaast, met liefhebbers die iets hebben met auto's. En dan gaan we een stukje rijden hier en dan na afloop eten we een hapje, drinken we een borreltje, roken een sigaartje en dan vinden we dat aardig. Ja. Maar dat is een bepaald publiek. We hebben natuurlijk ook relaties die van auto's houden. Ja, gelukkig. Ja, toch? Kees, gaan we dit vaker doen, de tulprally aan tafel? Volg mij wel, maar ik vind het leuk om te doen. Ja, dat zeker. Je kunt het ook best aardig, Werner. Dit gaan we de komende tijd elke twee maanden proberen te herhalen. Leuk om de sponsors een keer te kunnen uitnodigen. Leuk om op deze manier te updaten. Iets minder statisch dan de nieuwsbrief. Die blijft noodzakelijk. Mm-hmm. Dus wat ons betreft gaan we hiermee verder. Helemaal goed. Over twee maanden weer. Dankjewel.